Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2020 MyTeam Career Mode voor aflevering 34 in de Verenigde Staten. Heb jij aflevering 33 in Japan gemist, zou ik die eerst even terugkijken voordat jij deze dus gaat zien. Dat kan rechtboven het i'tje, klik erop en zie die video verschijnen natuurlijk. Ben je nu op mijn kanaal, abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 MyTeam Career Mode content. Schakel ook gelijk het belletje aan zodat je geen enkele video meer van mist. Like de video als je hem leuk vond, dislike hem als je hem niet leuk vond. Volg me even op de sociale media, mijn gebruikersnaam staan in de beschrijving. En dan gaan we gewoon lekker door met de kwalificatie voor de grote prijs van de Verenigde Staten. We zijn inmiddels aanbeland bij de kwalificatie Q1 op dit moment. Dat zit er alweer bijna op vanwege een probleem dat we hadden met een onderdeel van de motor. Het team heeft dat moeten repareren en het heeft gewoon heel lang gekost, volgens mij 15 minuten. Dus ja, dat komt overeen met dit. P22 op dit moment, dat is niet goed om door te kunnen komen naar Q2. Maar wij moeten nog deze run afmaken. Wat gaat het worden? Momentje te wijd. En het is een P5 op 2/10 van George Russell. Die op P3 staat. We zijn aanbeland bij Q2. We zijn gewoon mooi door naar het volgende kwalificatiedeel. Ook is George Russell door. Dat is heel goed om te zien. En ik verwacht... ja, dus weer veel van George, want hij kwam als derde over de streep in Japan. We hadden een 1-3'tje, spoiler alert, we hadden een 1-3'tje voor het team. Terwijl we P1 zetten in Q2. En daardoor pakten wij de leiding over van Mercedes in het constructeurskampioenschap. En als we dit weekend een 1-2'tje halen, kunnen we een gigantische slag maken voor het WK. Dus dat belooft nog wat. Q3 is dus aanbeland. Kijken waar we zo meteen staan. Wat wordt onze tijd? Lewis Hamilton in 1:30.2 en wij een 1:31.1 P7 op dit moment. Dat is niet goed en we moeten er gewoon nog een keer eruit. Om te zorgen dat we misschien aan de pole position kunnen komen. De S-secties nemen we heel goed. Track limits waarschuwing, maar dat geeft helemaal niks. We komen van P7 naar de pole position met een 1:30.1. Maar Lewis Hamilton is gewoon bijna 4 tienden sneller gegaan. En wij zijn doorverwezen naar P2. Dat is jammer. Maar we kunnen Lewis al pakken bij de start. Omdat de eerste run naar de eerste bocht is naar links. En wij starten aan de linkerkant. Dus we moeten gewoon een goede start hebben en misschien kunnen we dan de leiding passeren, oftewel afpakken van Lewis Hamilton. Nou Jeff, dat hebben we zeker. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 34 hier in de Verenigde Staten. We starten vanaf P2 en Russell op P4. Daar gaan we dan. Here we are then in one of the fastest growing cities in the United States, the fabulous Austin, in the great state of Texas. The circuit itself 14 miles southeast of the city center and home to the US Grand Prix since 2012. The latest in a long list of iconic tracks to have that honor. We're racing today then in Travis County, Texas, around the 20 corners of the wonderful Circuit of the Americas. We'll be reaching speeds of around 200 miles an hour, and there are plenty of good opportunities to pass, especially through the 2 DRS zones into turn 1 and the very long back straight into turn 12. Anthony Davidson is alongside me as usual for the race today. Let's talk about the professor. They recently gave an interview with a less than glowing evaluation of the team's performance. What's your opinion on that? I think the fans always find it refreshing to find a driver who speaks their mind, but it's generally not a great idea to go around bad-mouthing the people who employ you and build your car. These are the people you want to keep motivated and on your side. With the race minutes away from starting, here's what today's grid rundown looks like. Lewis Hamilton lines up on pole position, and the professor completes the front row. As we continue through the rest of the grid today, we have Bottas, Russell, Alexander Albon, and Gasly, Ricciardo, Sainz, Norris, and Sebastian Vettel, Ocon, Perez, Max Verstappen, and Kvyat, Latifi, Matsushita, Kevin Magnussen and Antonio Giovinazzi. Stroll, Leclerc, they've taken a grid penalty. Grosjean and Nick de Vries. Now, it's almost time for lights out, so let's go down to... We zijn inmiddels aanbeland bij de grid. Soft, soft, medium is de strategie. Tenminste, daar gaan we wel vanuit. We zien wel wat het gaat worden met de strategie. Eerst de start overleven. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 34 van F1 2020 My Team Career Mode. En we zijn onderweg. En we komen beter weg dan Lewis Hamilton. Hij is al gelijk verschalkt na de run naar de eerste bocht toe. Dit is de start die we moesten hebben. En de leiding dus veroverd. Russell naar P3. Dat heeft hij heel goed gedaan. Heeft Bottas al te grazen genomen. Heel fijn om dit te zien. En dus kunnen wij nu de wedstrijd gaan controleren. En het tempo gaan bepalen. Paars in sector 1. Dat is logisch omdat wij de snelste zijn tot nu toe. Want we zitten in de eerste ronde. Maar Lewis Hamilton kan wel terugkomen. Lewis Hamilton komt terug. Maar wij verdedigen die binnenkant heel fel. Schieten daardoor wel door. En Hamilton heeft toch gewoon die leiding. Eroverd. Als het zo eindigt staan we tweede in het klassement. Dus wij moeten Lewis Hamilton weer terug zien in te halen. Dat doen we ook. We remmen hem uit. En hebben de leiding dus weer heroverd. Mooi aan de buitenkant. Dat is heel goed om te zien. Het is inmiddels ronde nummer 4 van de wedstrijd. En we schieten hier een klein beetje door. Lewis raakt ons. En wij... moeten ons even goed gaan verdedigen. Want George Russell heeft Hamilton te grazen genomen. En rijdt dus naar die P2. Zit ook naast mij. Remt veel later dan ons. En heeft de leiding veroverd. Dat is heel goed om te zien. Dat George gewoon weer aan de leiding rijdt. En nu... moeten wij denk ik even denken wat we gaan doen. Want Hamilton op P5, dat betekent dat we sowieso de leiding volgens mij overnemen. Oftewel, weer verstevigen in het klassement. Want we hebben de leiding al lang veroverd in Japan. Dus we moeten nu even denken wat slim is. Want George rijdt al gewoon 1,1 seconde van ons weg. Wij voelen de druk van Valtteri Bottas in die andere Mercedes. En dus gaan wij... tweede viool spelen in deze wedstrijd. Tot nu toe. We hebben ook vol vleugelschade, zie ik. Dus de pitstop wordt wat langer dan normaal. En wij blokkeerden daar Bottas even voor die P2. En dit doen we vanwege het team. Ronde nummer 6. En George Russell heeft al een voorsprong van 2,9 seconden. 3 seconden inmiddels. We maken een klein foutje. En Albon durft die inhaalactie niet af te maken. Dat doet hij hier dan wel. Maar daardoor verpest hij hier zijn exit. En kunnen wij hier gewoon terugkomen. Gooi onze overtake-knop aan. Raken wel Albon. En P2 is dus weer van ons. Oh Albon, wat gebeurt daar? Wat gebeurt daar met Alexander Albon? Albon is gecrashed. Achter ons. En de safety car is op de baan. Wat is daar gebeurd? Alexander Albon verliest zijn controle over de auto in de DRS-zone. Heel gek wat daar gebeurde. Maar de safety car is uitgeroepen. En wij gaan naar binnen ook voor een nieuwe voorvleugel. En ik denk dat George Russell ook naar binnen is gedoken. Maar een heel raar moment van Alexander Albon. Hij rijdt nog wel. En we gaan naar binnen voor de soft compound. En ik ga hier even iedereen af laten remmen. Oh, dit is gewoon een tactiek. En iedereen duikt volgens mij naar binnen van dit groepje jongens. Behalve Vettel en Kvyat. Stroll en Latifi rijden allemaal door. Russell weer naar buiten. Het team staat niet echt klaar. Maar dit gaat ons heel veel pijn kosten. We komen terug op P16. Achter Giovinazzi. Dus we hebben gewoon 14 plekken verloren tijdens deze pitstop. Maar er is een safety car. We moeten Giovinazzi even voor laten gaan en de banden weer opwarmen. Russell rijdt niet aan de leiding. Dat is Sebastian Vettel. De safety car duikt weer naar binnen en ik zie Russell rijden. Maar eerst moeten wij Giovinazzi en Leclerc voorbij zien te passeren voor P14 in de wedstrijd. Het is een beetje jojojo met het gas en het rempedaal. Ik rem ook wat harder dan normaal vanwege temperatuur in de remmen te behouden. Ik weet niet wat Giovinazzi hier doet. En we gaan weer racen. Vettel leidt de wedstrijd. En Giovinazzi is hier al gelijk gezien. Doei Giovinazzi. Hallo P15. En we remmen diep naar Charles Leclerc toe. En P14 is van ons. Dan heet de volgende Romain Grosjean. Een goede herstart. Ik merk wel dat we het zwaar hebben bij de S-secties. Groen in sector 1, 14e sneller dan onze beste tijd. Dat is heel goed om te zien. Volgens mij kunnen wij Grosjean zo meteen aanvallen op het lange rechte stuk. Of hier dan al? Dat kan hier al. Mooi ernaast gezet. En P13 is van ons. De volgende heet Carlos Sainz. Die kunnen we denk ik ook gewoon gaan passeren. Omdat we een betere topsnelheid hebben dan de Spanjaard in zijn McLaren. We remmen diep naar Sainz toe. En P12 is van ons. Dan heet de volgende Sergio Perez. En er vormt hier al een groepje jongens. Voor mij. Een treintje is het hier. Aan de binnenkant kijken van Perez. Dat lukt. Maar hij laat hem staan. Raakt onze sidepod. Maar geen schade aan mijn auto. Gelukkig. De volgende heet dan Pierre Gasly. En die heeft het hier al zwaar. En die duikt niet naar binnen. En wij kijken naar de binnenkant. En P10 is van ons. Mooi. We zetten ook de snelste raceronde in met een 1.35.0. Het is inmiddels een P6 geworden. Omdat een aantal jongens naar binnen zijn gedoken. En dus zitten we weer bij Valtteri Bottas te kijken. Ronde nummer 10. Nog 18 ronden te gaan in de wedstrijd. Er is een nieuwe strategieoptie. In ronde nummer 16 naar binnen. Dat bevestigen we ook. Bottas zit te kijken bij Ricciardo. Wij remmen diep naar Bottas in. We moeten daar gewoon volledig op de rem staan. Omdat Matsushita en Russell gewoon beide banden blokkeren. We raakten daardoor Daniel Ricciardo. Maar P4 is wel van ons. En George rijdt op die P2. Hij rijdt dus op P2. Dat is heel goed om te zien. En nu moeten wij Nobuharu Matsushita zien te passeren. Kan dat hier al? Kan dat hier al? Dat kan hier al. We doen gewoon hetzelfde wat Max Verstappen deed. Alleen dit keer is het legaal. En Max Verstappen deed illegaal. Maar goed, dat is een ander verhaal. Dat ruimt ook nog. Mooi. Ronde nummer 11. En Russell valt Stroll aan. We remmen gewoon veel te laat naar die twee toe. We schieten hier gewoon door. En we houden P3. Stroll en Russell zijn nog steeds zij aan zij. We pakken hier een andere lijn dan de beide heren voor ons. Maar kunnen niet profiteren. Russell is aan de leiding. En Stroll zit te slapen. En wij rijden naar die P2 toe. Het is weer een 1-2'tje voor ons. Heel goed om te zien. Met Russell aan de leiding. En dan zet het dus naar P2. En dus kunnen Russell en ik het tempo gaan bepalen in de wedstrijd. En George rijdt al gelijk van ons weg. Als het zo eindigt, leiden we nog steeds het klassement. Dat is heel goed om te zien. Ronde nummer 13. En Russell heeft een momentje. Dat zie ik. Maar we kunnen niet aanvallen. We hebben hier ook een betere exit. Maar dat lukt niet. Jammer, maar helaas. Maar ik merk wel dat George het zwaar heeft. Russell heeft het extreem zwaar om het tempo te bepalen. En wij zitten er gewoon volledig op. En we zetten de snelste raceronde met een 1.34.6. Maar Bottas pakt die af met een 1.34.5. Stroll is naar binnen gedoken. Het is inmiddels ronde nummer 15. En Bottas zit bij ons te kijken. We hebben het wat zwaar bij de bochten. En George Russell duikt naar binnen voor zijn laatste pitstop. Gaat volgens mij naar die mediumband. We maken een klein foutje en Bottas zit al gelijk te kijken. Maar wij hebben een betere topsnelheid. En rijden hem er gewoon uit. George dus naar binnen. Naar welke band gaat hij? Terwijl we een beetje doorschieten. Gasly is ook naar binnen. Ricciardo is ook naar binnen. En Russell gaat naar die medium compound. Dus wij moeten nu gewoon pushen als een gek. Om hopelijk George Russell te overcutten. Maar ik ben bang dat dat niet lukt. We duiken dus naar binnen. Het gat naar Russell is 16,7 seconden. En kijken wat onze pitcrew nu doet. Want tijdens de eerste pitstop ging het gigantisch mis. Max Verstappen duikt ook naar binnen. En Russell is ons nu gepasseerd. En ook Sebastian Vettel is ons gepasseerd. Hij moet nog naar binnen, volgens mij. Ik heb wel een voordeel dat Daniil Kvyat voor Bottas is geëindigd. Dat is heel goed om te zien. Ik merk dat Sebastian Vettel het zwaar heeft. Hij gaat ook deze plek in één keer heel erg, ja, extreem verdedigen. We schieten daar een beetje door. Maar dat geeft niks, want we hebben de topsnelheid van de Ferrari motor. Ik vergeet trouwens te zeggen dat Ferrari ook met hun eigen motoren rijdt. Wat ik wou proberen te zeggen is dat Vettel gewoon dom bezig is. Hij moet nog naar binnen. Waarom ga je die positie zo extreem hard verdedigen? Het is inmiddels ronde nummer 19, nog 9 ronden te gaan en we zetten de snelste raceronde neer. En we kijken bij George Russell, bij die binnenkant, bij bocht nummer 1. We schieten hier wat door en Russell kan die plek weer heroveren. En Sebastian Vettel is naar de harde band gegaan. En is ook naar binnen gedoken. Dat is heel gek. We vallen aan bij George Russell. En P1 is dus weer van ons. Goed om te zien. Er zijn nog 9 ronden te gaan. Dus dat belooft nog wat. Waar is Lewis Hamilton? Goeie vraag. Gat naar George Russell is 17e. Maar in ronde nummer 20 komt hij weer met een nieuwe aanval. Zit in de DRS zone en ik ga hem gewoon niet moeilijk maken. Russell, wat doe je nou, jongen? Oh, hij kruist wat naar ons toe. Hij toont daar eventjes wie hier de wedstrijd wil gaan winnen. Maar daar ben ik het helemaal niet mee eens. We moeten gewoon, zoals het nu staat, gewoon ja, niks doms doen in de wedstrijd. Dit 1-2'tje moeten we gewoon naar huis zien te rijden. Dan verstevigen we ons. Zeg ik dat zo goed? Weet ik niet zeker. Onze positie in het klassement bij de coureurs en de constructeurs. Een 1-2'tje is gewoon goud waard. En we pakken nu tot nu toe de volle buit. Want we hebben de snelste raceronde in handen. Russell is hier gezien op het lange rechte stuk. Maar rent wel laat. Maar dit keer is hij wel gezien. We rijden weer aan de leiding in ronde nummer 23. En Valtteri Bottas is naar ons toegereden. Russell kijkt daar naar die buitenkant. En heeft de leiding dit keer veroverd. Bottas komt in één keer van heel ver. En wij moeten nu even Valtteri afschermen van George. Ronde nummer 25 en Russell. Ja, verdedigt scherp. Bottas kijkt daar, maar wij knijpen hem daar af. Er zijn nog 3 rondes te gaan. Met Russell dus aan de leiding. Onszelf dus naar P2 en Bottas dus naar P3. Ronde nummer 26. En dit keer kijken we weer bij George Russell voor een aanval. Hij verdedigt die binnenkant. Russell remt weer laat. En Bottas zit weer te kijken, maar dat lukt niet. Wij schermen Valtteri Bottas af. Want dit 1-2'tje is belangrijk voor ons team. Ronde nummer 27 inmiddels. De ene laatste ronde loopt dus. En Russell verdedigt weer die binnenkant. Blokkeert zijn linker voorband. Maar we kunnen er gewoon weer niet voorbij. De tijd begint te dringen. Want hierna is er nog maar 1 ronde te gaan. En dan is de vraag, wie wint de grote prijs? Is het George? Is het mijzelf? Of is het Bottas? Dat is de vraag. Ik hoop toch echt dat wij het zijn. En dat Russell gewoon naar P2 rijdt. Maar als het andersom is, dan wordt het helemaal niks. Want een 1-2'tje is gewoon heel belangrijk. We moeten het gewoon zien te volhouden. En Bottas gewoon afschermen. De laatste ronde loopt voor George Russell, mijzelf en Valtteri Bottas. Daarachter rijdt Gasly op 21 seconden. Dat is nu 22 seconden geworden. We rijden naar George Russell toe. Het gat is 3/10. Daar gaan we dan voor de laatste keer. Dit keer wel voorbij aan George Russell. En hij kan niet terugkomen. Dit is het moment waar ik op had gewacht. Zodat Russell die P2 niet uit handen kan geven van Valtteri Bottas. Dat betekent volgens mij dat wij de wedstrijd gaan winnen. We pakken tot nu toe het snelste raceronderpunt. Dus tot nu toe de volledige score in de Verenigde Staten. Russell naar P2. Pakken onze tweede 1-2'tje van het seizoen. Naar België. Want toen won Russell de wedstrijd. En toen pakten wij P2. Dit keer is het andersom. Een heel goed resultaat. Wat begon met een hele goede start. Dan gaan we ons opmaken voor de ene laatste wedstrijd volgens mij in Mexico. There's a few disappointed faces up and down the pit wall after that one. But not here. They've secured a phenomenal victory. Tell me, Ant, how did they manage to achieve this win? It was a question of right place, right time today. We were looking at an entirely different race before the safety car came out, but they were able to take full advantage after the field had been bunched up. The faces on our top three look so incredibly happy as they make their way up to the podium. A much-deserved victory and a brilliant performance from them all. De uitslag van de grote prijs van de Verenigde Staten. Wij winnen dus de wedstrijd. George Russell naar P2, Bottas naar P3. En Lance Stroll krijgt Driver of the Day. Hamilton pakt toch nog dat snelste raceronderpunt. Jammer, maar helaas. Klassement bij de coureurs 22 punten verschil naar Lewis Hamilton. Geen 27. Bottas en Russell knokken nog voor P5. En 22 punten verschil naar Mercedes in het constructeurskampioenschap. Dat belooft nog wat. Maar goed, we zijn weer terug bij het normale. Dit was dus de video, mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt. Heb jij genoten? Beloon dan vooral met een like. Ben je nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 MyTeam Career Mode content. Je ziet hier trouwens even wat er voor volgend seizoen allemaal gaat veranderen. Ik weet niet of we dat kunnen redden, de laatste 2 rondes. Dus het kan zijn dat we seizoen 3 beginnen als het slechtste team. Maar ja, seizoen 4 beginnen met het slechtste team. Dit is namelijk seizoen 3. Ik ben even helemaal in de war, maar dat geeft helemaal niks. Maar goed, even snel wat ik wou zeggen. Ben je nieuw? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 MyTeam Career Mode content. Schakel ook lekker belletje aan, zodat je geen enkele video meer van mij mist. Reageer wat de bekant moet worden op deze video. Like de video als je hem leuk vond. Dislike hem als je hem niet leuk vond. Volg me keer op sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was de Gianan, mensen. Tot de volgende keer bij F1 2020 MyTeam Career Mode. Dan gaan we verder in Mexico.